Api, Maikai en zijn vriendjes zijn klaar voor een nieuw beweegavontuur. Ga je met ze mee op avontuur? En beweeg je lekker mee? Voor dit avontuur heb je nodig tenminste 5 kussens of doeken. Daar gaan we! Oeh, horen jullie mijn buikje? Ik heb zo'n honger. En weet je waar ik echt zin in heb? In lekkere gele bananen. Zullen we die gaan zoeken? Er zijn heel veel bananenbomen in de jungle. Kom mee. Ho, kijk eens. We kunnen niet zomaar bij de bananenbomen komen. Want er ligt een hele grote rivier tussen. Hoe gaan we daar komen? Ik denk dat we eerst een stukje de berg af moeten. Kunnen we dat rollend? Laten we het eens proberen. Ga maar eens liggen op je buik. En kunnen we nu, als een echte boomstam, de bergen rollen? Maak je maar eens helemaal lang. Ja, heel goed. Je handen boven je hoofd en je tenen helemaal uitgestrekt. Wow, kijk eens hoe groot je al bent. En nu moeten we de bergen rollen. Doe dat maar. Daar gaan we. Rol, rol, rol. Heel goed. Kijk eens. Wow, wat rol je hard naar beneden. Heel goed zeg. Ben je al een beetje duizelig? Zo, we zijn onderaan de berg aangekomen. Wat goed. Goed dat je er bent. Oké, hebben jullie ook alweer meer honger? Van dat rollen krijg je ook nog eens honger. Nu zijn we bij de rivier aangekomen. Het eerste stukje kunnen we zwemmen. Ga maar op je buik liggen. Oeh, voel eerst maar even trouwens met je teentje hoe warm het water is. Oeh, even je teen in het water. Ja, het valt wel mee. Het is lekker warm hier in de jungle. Oké, nu mag je je voeten in het water stoppen. Heel goed. En nu buig je door je knieën. En nu gaan we een kleine duik nemen. Maar het is niet zo diep, dus pas op dat je je hoofd niet stoot. Oké, ga maar op je buik in het water liggen. En nu ga je eerst met je armpjes een beetje spatteren. En dan met je voetjes. Heel goed. En kijk maar eens of je vooruit kan zwemmen in het water. Heel goed. Alleen nu wordt het opeens een beetje diep. En de stroming gaat ook wat harder. Hoe zouden we nu aan de overkant van de rivier kunnen komen? Ik heb een idee. Kijk maar eens in de verte. Zie je ook die hele grote stenen liggen? Ik denk dat we daarmee een stenen paadje door de rivier kunnen maken. Zullen we dat proberen? Ben je een beetje sterk? Want de stenen zijn wel zwaar. Oké, heel goed. Pak maar de eerste steen. Pak hem maar op. Goed door je knieën buigen. En woppa, boven je hoofd mag je hem dragen. En pak maar eens hele grote stappen. In hele grote stappen gaan we de steen in de rivier leggen. Oké, 1, 2, 3. Woppa, leg hem maar neer. Heel goed. Dat is onze eerste steen. Maar met 1 steen hebben we nog geen paadje. We moeten er nog meer pakken. Oké, loop maar terug. Nog een keertje. Helemaal door je knieën buigen. En boven je hoofd. Ja, heel goed. Wat ben je sterk zeg. En we moeten weer hele grote stappen nemen. 1, 2, 3. Ja, heel goed. Leg hem maar neer. Net een beetje verder dan de andere stenen. Vind je 2 stenen al een paadje? Nee hè? Nee. Er moeten nog meer stenen. Oké, goed zo. We lopen weer terug. Pak nog maar een steen. Oké, heel goed. We gaan weer helemaal door onze knieën. En pak de steen en draag hem nu maar boven je hoofd. Wow, heel goed. Kun je misschien ook achteruit lopen? Probeer dat maar eens. Oké, dan zet je eerst je ene voetje neer. Dan je andere voetje neer. Nog een voetje. Heel goed. En leg de steen maar neer. We hebben al 3 stenen. Wat goed zeg. Maar het is nog niet genoeg. Want zo kunnen we niet de overkant van de rivier bereiken. Oké, dan moeten we er dus nog een paar pakken. Loop maar terug. Helemaal door je knieën buigen. En pak de steen maar weer boven je hoofd. Ja, supergoed. En we gaan weer achteruit lopen. Heel voorzichtig. Je ene been. Dan weer je andere been. Dan nog een keer je andere been. Heel goed. Oké, leg de steen maar neer. Zijn we al bijna aan de overkant? Bijna. We hebben nog 1 steen nodig. Heel goed.
We gaan hem nog een keer halen. Pak hem maar boven je hoofd en we gaan weer achteruit lopen. Daar gaan we. Je ene beentje, je andere beentje en dan weer je ene beentje. Heel knap gedaan. Leg hem maar bij de andere stenen neer. Nu hebben we een paadje over de rivier gemaakt. Wat vind ik dit slim van jou zeg. Want zo komen we zonder nat te worden aan de overkant van de rivier. Maar we gaan niet zomaar over het stenen paadje lopen. Zullen we dat springen doen? Volgens mij kun jij dat heel goed. Ga maar bij de eerste steen staan. En nu mag je springen naar de tweede steen. Zonder dat je tenen het water raken. Heel goed. En naar de volgende steen springen. En naar de volgende steen. En naar de volgende steen. Wauw, wat heb je dat goed gedaan zeg. We zijn aan de overkant van de rivier gekomen. Nu zijn we bijna bij de bananenbomen. Zet je handen maar op de grond, want we moeten de berg omhoog lopen. Heel goed, handjes op de grond. En nu lopen we op handen en voeten. Dan kunnen we beter tegen de berg lopen. Oké, daar gaan we. En handjes en voetjes en loop maar omhoog. Heel goed. Zijn we al boven? Ja, we zijn er. Kijk eens wat een heerlijke bananen. We moeten op een stenen staan, anders kunnen we er net niet bij. Ga maar staan op je tenen. Kun je erbij? Nee hè, zijn ze hoog? Ik denk als we springen, dat we er wel bij kunnen. Ga maar helemaal door je knieën en spring maar in de lucht. Is het gelukt? Heb je een banaan te pakken? Nee hè, nog een keer dan. Helemaal door je knieën en spring. Oh, wauw, wat goed. We hebben lekker een hele tros met bananen. Ga maar lekker zitten en ga de bananen maar eten. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Wauw, dat was een tof avontuur. Wil je het nog een keer beleven? Begin dan gewoon nog een keer opnieuw.